Dit was Filmspot met onze speelfilm. Die ziet u straks om 4:15. In de greep van het noodlot, een Amerikaanse productie uit 1955 over een officier die na een losbandig leven geleid te hebben plots tot inkeer komt. Maar nu gaan we eerst op zoek naar een van de culturele hoofdsteden van Europa, Athene. En Athene en zijn Acropolis werden gefilmd door de maker van Alexander de Grote en dat is Theo Angelopoulos. Niets is vergeten. Alles is terecht. Alleen de kinderjaren en de plaats waar de held van dit stuk werd geboren heb ik niet teruggevonden. Verder is alles klaar. Het toneel, de spots, Medea's vermoorde kinderen, het vergif, de dolk. Herinner je de tekst? Die gaat zo. Wat baat nog het leven? Op dat moment worden alle microfoons ingeschakeld. De stem zal weer klinken tot in de verste uithoeken van de wereld. Oké, we zijn klaar. Licht en veel geluk. Ik heb mezelf afgevraagd wat ik over Athene zou kunnen vertellen. Zonder bibliotheken of zonder gidsen te raadplegen. Wat weet ik dan eigenlijk van mijn stad? Ik weet dat ze ooit vanuit heel Griekenland en heel de toen bekende wereld zijn gekomen. Filosofen, dichters, beeldhouwers. En dat zij toen deze stad hebben gesticht. Centrum van de hoogste beschaving die de mens heeft gekend. Hoofdstad van de Europese cultuur? Ongetwijfeld. Maar dat niet alleen. Dit is de culturele hoofdstad van de wereld zoals wij die kennen. De rationele wereld van vrede en democratie, van de grote positieve waarden, van kracht die altijd gepaard gaat met schoonheid, van opperste universele harmonie. In deze antieke stad, nu 4000 jaar oud, is alles begonnen en alles en iedereen is hier geweest. Alle rassen, talen, vlaggen, alle ideeën van de wereld. In 431 voor Christus zei Pericles in een redenvoering tot de Atheners: bewonder iedere dag de werkelijkheid om je heen, deze stad. Bewonder haar in al haar schoonheid, als een geliefde. En haar schoonheid zal nog groter worden, zodat zij de bewondering zal wekken van onze eeuw en van al de komende eeuwen. Oh ja, ik weet nog iets. In vroegere verre tijden betekende de naam van deze stad bloem. Et is Athene, Theseos hyprin polis. Dit is Athene, de antieke stad van Theseus. Mijn vroegste herinneringen. Het eerste huis waarin ik met mijn familie woonde.
Het stond dicht bij de Agora, het antieke marktplein. Ik had altijd het gevoel dat wat ik om mij heen zag geen echte stad was, maar één van karton. En dat daaronder, diep in de grond, de echte, levende stad lag. De eerste. De oorspronkelijke. In die jaren, net voor de Tweede Wereldoorlog, werden er iedere dag archeologische opgravingen verricht. Iedere dag verdwenen daardoor meer en meer kartonnen huizen. En op een dag ook het onze. De ondergrondse stad groeide. Onder wat eens mijn kamer was geweest, werd een andere jongenskamer ontdekt. Van een jongetje zoals ik. Een terracotta speelgoedje uit de 6e eeuw voor Christus werd uit de aarde opgedolven. Wat ik altijd al had gedacht, bleek nu ook waar te zijn. Een jongetje had in mijn kamer gewoond, 2500 jaar voor mij. Ondanks de opgravingen is de buurt hetzelfde gebleven. Bij de Byzantijnse kerk uit het jaar 1000... De Turkse moskee, de Romeinse klok, het kerkhof uit de oudheid. Ah, stort duizend tranen over de duistere graftombe van Anaximon, een waardig burger die de Atheners hier willen eren om zijn wijsheid en zijn deugd. Hier heeft Timolacus, ter herinnering aan zijn zoon Aristone, een prachtig monument op diens graftombe gebouwd. Vijfhonderdtien voor Christus. In deze graftombe, ook Xenophon, heeft je vader Solilos je begraven. Door hem te verlaten liet je hem een te grote smart na. Tien jaar eerder verzuchtte Aristocles hier. Mijn dochter. Hier waak ik over mijn geliefde dochter. Die ik vroeger op mijn knieën hield toen we beiden het zonlicht zagen. En die ik, nu ze dood is, alleen maar kan bewenen. Het andere huis waar we tijdens de oorlog in woonden, staat er nog altijd. Alleen telde het vroeger maar één verdieping. En op de binnenplaats stonden bomen. Ook dat is veranderd. Alles is veranderd. Maar de kogel van december, de bloedige december van 1944... heeft zijn spoor achtergelaten in het marmer van de deurpost. Στο σκλάβο ντροπή, στο αίμα αν δεν πνίξει,
Toen we in 1960 opnieuw verhuisden, kwamen we hier, in deze wijk wonen, in een van de eerste moderne gebouwen die later het hele straatbeeld zouden veranderen. Ooit waren hier allemaal winkels. Het was een heerlijke buurt voor kinderen. Soms denk ik dat ik weer de oude straatviolist hoor die er elke middag langskwam en Jossel's serenade speelde. En hier dichtbij was de bioscoop. Kort na de oorlog. De Mars. Daar heb ik tijdens een middagje spijbelen mijn eerste film gezien. Angels in the Mud. James Cagney liep trots tussen twee bewakers die hem naar de elektrische stoel brachten. Tot dan had hij zich heel dapper gedragen. Een held van het kwaad voor zijn metgezellen. Maar toen deed hij plotseling echt iets heroïs. Hij deed alsof hij bang was en riep: ik wil niet sterven, ik wil niet sterven. Hij vernietigde de mythe van het kwaad voor zichzelf en voor al de anderen. Ik herinner me ook sommige uitstapjes naar Kesariani in 1945. We bezochten het oude Byzantijnse klooster met de vrachtwagen van onze buurman, een vluchteling uit Klein-Azië. Zijn vrouw dronk altijd van deze fontein tot ik dacht dat ze zou barsten. Ze geloofde in de oude Byzantijnse overlevering dat dit water de vrouwen vruchtbaar had gemaakt. Onze buurman wilde een heleboel kinderen om soldaten te leveren aan Griekenland voor een groot leger tegen de Turken die hem in ballingschap hadden gestuurd. En om ze al de namen te geven van de helden uit de Griekse mythologie. Op die manier wilde hij een brug slaan tussen de grote dagen van het klassieke Griekenland en het arme land van onze tijd. Maar ondanks de weldadige eigenschappen van het bronwater kwamen zijn kinderen allemaal vroegtijdig aan hun einde. Behalve de jongste dochter die Aphrodite heette en die zo lelijk was als de nacht. Lycurgus werd overreden door een koets. Themistocles stierf van tetanus. Minerva kreeg van al die rampen een zenuwinzinking en pleegde zelfmoord. Achilles, de magerste van allemaal, stierf van tuberculose. Ik heb nog altijd het dagboek dat ik in die jaren bijhield. 12 oktober 1944 schreef ik: vandaag zijn de Duitsers vertrokken. Iedereen kwam op straat, knielde, huilde. Twee dagen later tekende ik er een verhaal in op dat veel droeviger zou aflopen. Vandaag zijn we op de Acropolis geklommen. We gingen er naartoe met onze muziekleraar, meneer Romerus. De arme man. Hij stierf enkele maanden later tijdens de decembergevechten. Toen ik op een morgen naar school ging, zag ik dat het op de binnenplaats krioelde van de mensen. De leraren duwden ons weg, maar ik heb alles gezien. Meneer Romerus was getroffen door een mortiergranaat. Zijn lichaam was aan stukken gereten. Zijn bloed had de kleine bomen op de binnenplaats rood gekleurd. Meneer Romerus. Hij was zo vrolijk en opgewonden die morgen op de Acropolis. Hij trilde letterlijk van emotie toen we de trappen opliepen. En toen we voor het Parthenon stonden, had hij een papiertje uit zijn binnenzak gehaald en hardop voorgelezen. In 1821, na eeuwen van slavernij onder de Turken, besloten de Grieken zichzelf te bevrijden. Zo gebeurde het dat de gevreesde Odysseus, die de Atheense opstandelingen aanvoerde, de Acropolis omsingelde waarop de laatste Turken dapper stand hielden. Hoewel al met musketten en pistolen werd gevochten, verliep een oorlog in die dagen vrijwel als in Homerische tijden, ongelooflijk traag. Toen het beleg al een aantal dagen duurde, zag een uitkijkpost van Odysseus dat de Turken grote blokken marmer uit het Parthenon begonnen te houden. Hij sloeg alarm.
Odysseus kwam onmiddellijk kijken, maar niemand begreep waarom de Turken zich zouden wreken op monumenten die hun toch geen schade konden berokkenen. Odysseus stuurde twee boodschappers met een witte vlag naar de Turken om hen te vragen naar de reden van dit blinde geweld. Enkele minuten later keerden de boodschappers terug. De Turken, zo bleek, hadden geen lood meer om kogels te maken. Daarom braken ze het Parthenon af. Want ze wisten dat de stenen aan elkaar bevestigd waren met lode haken. De Grieken waren de wanhoop nabij. Nu ze op het punt stonden hun vrijheid te heroveren, zouden hun monumenten, getuigen van hun grote verleden, worden vernield. Toen kwam Odysseus met een waanzinnig plan dat niettemin door al zijn manschappen werd aanvaard. De Grieken stuurden de boodschappers terug naar de Turken om hen te vertellen dat zij zelf al het nodige lood zouden leveren als de Turken maar ophielden met het Parthenon af te breken. En zo, door hun vijand te voorzien van de wapens die tegen hen zelf gebruikt zouden worden, hebben deze helden onze tempels gered. De 31ste maart 1833 wapperde de Griekse vlag op de top van de Acropolis. 4 eeuwen van Turkse overheersing waren voorbij. Maar de stad bood in die jaren een troosteloze aanblik. In 1834, terwijl de discussie of Athene de nieuwe hoofdstad moest worden volop aan de gang was, schreef de Franse auteur Thomas Grasset over zijn bezoek aan de stad. Het leidt geen twijfel dat Athene ooit heeft bestaan. De Acropolis en de monumenten die ik overal zie getuigen daarvan. Maar nu bestaat Athene niet meer. Waar ooit de tempels stonden van een democratie die het grootste deel van de antieke wereld domineerde, strekt zich nu een provinciestadje uit, zwart van de rook, met smalle straatjes, doods als een bewaarplaats van oude boeken. Stamatis Kleantis en Saubert, leerlingen van een beroemde professor architectuur in Berlijn, Karol Simke, ontwierpen een prachtig stadsplan voor Athene. Naargelang tirannen, koningen of oligarchen de macht in handen hadden, verhuisde het plan van het ene stadsdeel naar het andere, maar het werd nooit uitgevoerd. Sindsdien heeft de stad zich zonder enige regel uitgebreid in volstrekte anarchie. Toch overheerste in Athene tot aan de Tweede Wereldoorlog een bepaalde bouwstijl, het neoclassicisme. Deze stijl ontstond aan het einde van de 18e eeuw en overleefde met succes de periode van de romantiek. Het neoclassicisme werd door de Beierse hofkringen in Griekenland geïntroduceerd ten tijde van de eerste monarchie en vond in de geest van nationale eenheid zijn sterkste steunpilaar. De Grieken, die al 3000 jaar te midden van de klassieke ruïnes leefden, wisten deze stijl natuurlijk beter dan wie ook te waarderen. En toen, omstreeks 1950, begon de stad opnieuw te veranderen. Maar nu zo plotseling, wanordelijk en oncontroleerbaar, dat het alleen vergeleken kon worden met de vernieling van de tempels door de Turken. Bulldozers en drilboren vielen de oude huizen aan om zonder plan of logica ruimte te maken voor de moderne gebouwen. Yanis Sarutis schreef: toen de oude neoclassieke huizen één voor één werden afgebroken, leek het alsof mijn leven mij ontnomen werd. Ik revolteerde niet louter uit sentiment.
Dit waren oude vrienden die stierven, één voor één. Het was niet zozeer een kwestie van schoonheid of van behoud van het stedelijk patrimonium. De ware betekenis van deze uitroeiing lag elders. In de doopsels, trouwfeesten en begrafenissen die in deze huizen hadden plaatsgevonden. Mijn hele leven was met die gevels en die binnenpleinen verbonden. Hoe vaak niet had ik als kind, overweldigd door een geheimzinnige melancholie, achter die zonneblinden staan kijken naar het eeuwige mysterie van de wolken en de hemel. In dit Athene, dat iedere dag weer veranderde, kwam ik van de middelbare school. Daarna volgde de eerste jaren universiteit. De verveling tijdens de colleges over strafrecht. De poëzie. De politiek. De politiek. Die jaren waren fascinerend. Hier in Athene leek alle wegen voor ons open te liggen. ...19 januari 1952. Botsingen tussen politie en studenten over Cyprus. 30 maart, de eerste dode, Nico Belloyani. ...18 oktober 1953. Het verdrag tussen Griekenland en Amerika over de oprichting van NAVO-basis. 1 april 1955. EOKA begint in Cyprus met een gewapende strijd. 19 juli 1955, vergadering van de vier supermachten in Genève. 6 oktober, de regering Karamanlis legt de eed af. 10 mei 1956, in Cyprus worden Karoli en Andrea Dimitriou door de Engelsen opgehangen.
11 mei 1958, verkiezingen. December 1959, Makarios wordt verkozen tot president van de Republiek van Cyprus. 29 oktober 1961, corrupte, gewelddadige verkiezingen. 22 mei 1963, het linkse parlementslid Grigori Lambrakis wordt vermoord. Juni, val van de regering Karamanlis. November. De oude Papandreou komt aan de macht en weigert te stemmen van links. December. De regering treedt af. 19 februari 1964. Papandreou wint met 54% van de stemmen, maar het is al te laat. Juli 1965, dood van de student Sotiris Patroulas. Dit is het einde. De kolonels komen eraan. Zij zingen 1, 2, 3, voorwaarts met je sabel en geweer. Met krachtig hart geven wij verweer. Wie sterft weet dat hij onsterfelijk is. Leonidas en zijn 300 dapperen strijden aan onze zij. En als de trompetten schallen, zullen zij aanvallen. Wij drijven de Russen en hun vrienden op de vlucht. Gunnen de communisten hooguit angstige zucht. Een van die verschrikkelijke nachten schreef ik aan mijn vriend Pantelis, die door de militaire junta naar een verlaten eiland was gestuurd. Vannacht beklommen we voor de tweede keer de Acropolis. Weet je nog dat we hadden afgesproken er een avond met z'n allen naartoe te gaan? Je was er niet. En toch leek het alsof je bij ons was.
We waren een beetje dronken van de wijn en de poëzie. Het was een zwoele nacht, volkomen stil. Alleen de wijn suisde in onze hoofden. We zaten op de trappen van de grote poort. De fles ging van hand tot hand. Plotseling stond Katsibalis op, liep naar de rand van de rots, gooide zijn hoofd in zijn nek en schreeuwde. Een van de schrikwekkendste geluiden die ik in mijn leven heb gehoord. Kukkeleku! Niemand van ons zei een woord. En toen, ver weg in de duistere diepte, ergens aan die zilverglinsterende horizon, antwoordde een haan. Katsibalis was buiten zichzelf van vreugde en riep opnieuw, nog luider dit keer. En toen begonnen overal in de duisternis hanen te kraaien. Herinner je je, beste vriend, de dood van Socrates? Hij zei, wij zijn Asclepius nog een haan verschuldigd. Toen ik in november 73 van een reis thuis kwam, vond ik een briefje van een vriend waarin hij meldde dat iedereen naar de Technische Hogeschool was en dat ik ook moest komen. Ik ging er naartoe. Studenten en gewone burgers hadden de school al de hele week bezet. Ze wilden daarmee niet zozeer de eisen van de studentenbeweging kracht bijzetten, als wel tegen het militaire regime protesteren. Overal klonken woedende strijdliederen. 3:00 AM, een tank reed door het hek. Een jongen met een rood hemd bleef tot op het laatste moment roepen, broedersoldaten, broedersoldaten. Een schot. Wij konden ontkomen over het vernielde hek. We verspreidden ons in kleine groepjes om de soldaten te vermijden die nu in elke straat opdoken. We renden naar het museum, maar een politiepatrouille sneed ons de weg af. Er was geen uitweg, we waren omsingeld. Toen hebben we een raam van het archeologisch museum ingeslagen en ons achter de beelden verstopt. Buiten hoorden we schieten. Dicht bij mij zat een meisje, maar ik kon haar niet zien. Ze huilde. We wisten allemaal dat deze revolte het begin van het einde was voor de militairen. De democratie keerde terug. De feestjes, de vieringen, de danspartijen keerden terug. En heel geleidelijk ook de orde. Maar weer is alles veranderd. En de dichter is gek geworden en het lied van de dode kameraden is weggetrokken over zee. Begrotingen, hypotheken, aandelen, schulden, lage lonen. Zoveel woorden, zoveel houdingen, zoveel mensen. Nieuwe huizen, vervallen ziekenhuizen. De stad is chaotischer dan ooit. En weten de mensen waar ze naartoe gaan? En waarom? En ondertussen blijft Griekenland doorgaan. Het zeilt verder en verder. En ook wij weten niet of we al geland zijn.
Het lied gaat als volgt. Niemand zal mij opwachten aan de gevangenispoort. De straten zullen verlaten zijn. En mijn stad, mij vreemd. De cafés zullen gesloten zijn en de vrienden vertrokken. En de wind zal mij wegvegen. Από αυτή τη φυλακή κανείς δεν θα με περιμένει. Οι δρόμοι θα είναι αδιανοί. Κι η πολιτεία μου πιο ξένη. Τα καφενεία όλα κλειστά κι οι φίλοι μου ξενιτεμένοι. Αέρας θα με παρασέρνει κι αν εγώ από αυτή τη φυλακή. Niemand zal mij opwachten aan de gevangenispoort. De straten zullen verlaten zijn en mijn stad mij vreemd. Vanmorgen stond er een artikel in de krant over een oude man die Odysseus K. heette. Hij was een Griek die jarenlang in Australië had geleefd. Hij was teruggekomen en gestorven op de Acropolis. Ik beelde me in dat deze oude Griek, moe van zijn lange reizen, was teruggekomen, met een paar bekenden zijn terugkeer had gevierd en toen besloten had om de avond te bekronen met een bezoek aan de Acropolis. Ik beelde me in dat ik die avond samen met hem op de Acropolis klom. Het was volle maan en de witte stenen glommen als betoverd. We wandelden samen door de ruïnes van de tempel. Ik keek op mijn horloge en hij zei: ja, het is laat. We daalden de trappen af naar het theater van Dionysos. Het theater was open en verlicht als voor een voorstelling. De oude man liep in stilte naar het podium. Plotseling rilde hij en hij viel neer op de grond. Zijn hand sloeg zwakjes tegen zijn zij, als een vleugel. Zijn benen spreidden zich open. Zijn lichaam schokte en lag toen roerloos. De grote vogel van de dood hing stil in het midden van de hemel.
τόνες τους δρόμους της Αθήνας ξανά, τις βραδιές της και τα δίληνα. Περπατώ μες στους δρόμους της Αθήνας ξανά, τις βραδιές της και τα δίληνα. De film, waarvan ik niet wist hoe ik hem moest beëindigen, eindigt uit zichzelf. De acteurs en de figuranten zijn verdwenen. Alleen de stad blijft, met al haar raadsels. En dus riep ik tegen de geluidsman. Zachter nu. Nog zachter. En toen, stilte. Stilte.